En we gaan ook iets leuks doen voor jouw vlog. Iets heel bijzonders. Hoe gaat het met jou? Het gaat heel goed. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog, jongens. Ik heb lekker geslapen en ik ben wakker geworden. Och, en ik vind het zo lekker dat ik een keer en niet brak ben wakker geworden weer. En dat ik een keer lekker kon uitslapen. Want ik ben nu, ik werd om 10 uur wakker. En in Oostenrijk gingen we elke keer gewoon om 9 uur, zelfs eerder om 8 uur de wekker. En om 9 uur gingen we aan het ontbijt. En dan hadden we ook nog eens een beetje een wakker gevoel. En nu ben ik gewoon weer helemaal fris en fruitig, jongens. Ik ga even lekker een koffietje pakken. En dan ga ik lekker beginnen met editen. En dan ga ik straks richting Haarlem, want ik ga sporten. Dan ga ik daarna naar Niek. En daarna ga ik naar Ella, want ik ga bij Ella en de ouders eten. Dus het wordt weer een hele leuke dag, dames en heren, jongens en meisjes. Oeh. Zo, jongens, mijn baard en mijn snor zijn even wat groter dan dat ik normaal heb. Of langer. Dus ik ga het er eventjes afhalen, want ik ben er niet heel erg fan van. Mijn baardje is er weer af en het ziet er gelijk echt een stuk frisser uit. Even kijken, hoor. Ja, het is veel beter, veel beter. Het is tijd om richting Haarlem te gaan om eventjes de schnitzels en het biertje eraf te gaan trainen. Dus dat ga ik nu doen, jongens. Zo, ik zie nu dat ik echt niet goed heb geschoren, jongens. Ik kan het gewoon niet zo goed zien met het licht in mijn badkamer. Maar hier is het allemaal nog haren. Oh, 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 jongens. Scheren is echt niet mijn beste kwaliteit. Daar is hij weer. Mijn auto. Ik vind het altijd zo chill dat als ik op vakantie ben geweest, dat ik dan weer terugkom, dat ik gewoon echt weer zin heb om in mijn auto te rijden. Jongens, hij komt eraan. Wat is er gebeurd in februari? En binnenkort ga ik jullie de exacte datum geven, jongens. Oh, ik heb er zoveel zin in. Verder ga ik hem nog niet aan jullie laten horen, jongens. Dat komt in februari. Oh, oh, jongens, ik ben 5 minuten te laat. Kijk nou even, zeg. Hey, hoe laat is het? 5 over, ik ben 5 minuten te laat. Het spijt me, maar dit is de eerste keer sinds het nieuwe jaar. Ja, dus? Dus ik ben alsnog te laat. Ja. Ik ga snel even mijn sportspullen aantrekken. Hij zit er weer op, jongens. Ik heb een goede training gehad. Ik heb volgens mij nog nooit echt... Nee, ik wilde zeggen, ik zeg eigenlijk altijd hetzelfde als ik hier wegloop. Even... Oh, ik heb een goede training gehad. Maar eigenlijk heb ik ook elke keer een goede training gehad. Dus ja, ik lieg niet. Ik ga eventjes langs mijn pa, ga ik daar even een koffietje drinken. En ik heb nog niet ontbeten, dus dat is ook niet goed. Dus ik hoop dat mijn pa brood op de zaak heeft. En anders eet ik bij Niek wat. Maar vind ik wel even gezellig. Even langs mijn pa. Die heb ik nu ook alweer een tijdje niet gezien omdat ik op vakantie was. Dus let's go, let's go. Ik wil jullie trouwens ook heel erg bedanken voor de support de laatste tijd. Het is echt bizar. Ik had het echt niet verwacht. Oh, er gaat opeens een kind voor mijn auto, maar... Ik had het gewoon echt niet verwacht, jongens. De support, ook op de wintersportvlogs, waren zo goed. Kijk, ik weet van wintersport is heel vaak lastig om te filmen, omdat ik heel vaak aan het snowboarden ben. Ik heb mijn bril op, dus het is niet heel persoonlijk. Maar ik heb gewoon video's met 30k en de andere, alle video's waren gewoon 20k keer bekeken. En dat vind ik zo fijn, jongens. En ik ben zo blij met jullie support. En ik vind het gewoon leuk om te zien dat jullie het allemaal gewoon heel leuk vinden om te kijken. En ik had serieus, wat ik al zei, ik had het niet verwacht. Ik had hiervoor had ik weekvlogs die dan zeg maar 15k haalden. En daar waar ik ook al heel erg blij mee ben. Ik ben eigenlijk blij met alles, maar het is gewoon zo fijn om te zien dat als er video's gewoon hard gaan, jullie reageren goed op, er komen veel abonnees bij. Dat vind ik gewoon echt... Vind ik gewoon echt nice, jongens. Vind ik ook echt leuk. En ik krijg ook heel veel motivatie van om meer leukere video's te maken. Ik praat veel beter in de camera. Kijk, ik heb ook een keer een tijdje gehad. Dat was een half jaar geleden. Dus had ik gewoon video's die gewoon allemaal niet liepen. Ik kreeg geen reacties op. Weet je, zeg maar, dan voelt het ook allemaal meer onnatuurlijk, zeg maar, om gewoon lekker gesprekken te voeren met jullie. Wat ik gewoon heel erg leuk vind. Dus ik wil jullie daarvoor bedanken, jongens. Dank jullie wel. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Want ik denk. Dat ik gewoon blijf doorvloggen, ook in februari, jongens. Want ik vind het gewoon leuk. Het is een leuke bezigheid. Ik vind het gewoon
Ja, wat ik zeg, ik vind het gewoon leuk, jongens. Dus abonneer! Abonneer! Daar zijn we. Oeh, ik heb zin in een cappuccino, jongens. Wat kijk je moeilijk naar mijn auto? Er zit rechts zitten die dingen zitten dicht. Die luchthapper. En links staat die open, zie je dat? Oh ja. Wat gek. Moet je even vragen waarom dat is. Nou jongens, ik heb lekker een koffietje gedronken op de zaak en ik ga er weer vandoor. Ciao. Dag. Ik ga nu even naar Niek, want ik moest Niek eventjes helpen. Die is, die moest iets doen voor een campagne volgens mij. En hij had hulp nodig. En jongens, vrienden helpen elkaar. Dus ik ga eventjes gezellig naar Niek. Maar kijk, mijn pa die bedoelde trouwens dit. Kijk, hier staat het luchtgat open. En hier is hij dicht. Dat is wel gek. Maar goed, geen idee wat het is. Wat zit hij nou te doen allemaal? Wat zit hij nou te doen? Waarom ligt hij hier een haarnetje? Ik zal even wat kleingeld voor je pakken. Hé, kom. Ja, waarom ligt hij een haarnetje? Ik ben niet een beetje bij de buren. Hey Joop! Hey! Hey dat, ik ben met Nick op skivakantie geweest. Ik kom gewoon de dag daarna weer langs. Ja, mooi wel. Ik kom jou helpen. Ja, we gaan iets leuks doen. Ja. En we gaan ook iets leuks doen voor jouw vlog. Iets heel bijzonders. Oké. Wat hoor ik? Eline! Eline! Godver, is Eline hier? Wie is Eline? Ja. Eline! Oh, ze heeft 18 minuutjes nodig, dan is ze klaar. Noem je dit Eline? Ja, dat is mijn ex-schoonmoeder. Doet altijd wat. Nee, dat was een grapje. Ik dacht niet aan mijn ex-schoonmoeder toen ik Eline voor het eerst zei, maar ze heet wel echt Eline. Oh. Hey. Ik heb gewoon mijn huis schoongemaakt. Voor mij. Speciaal ja. Voor mij. Speciaal voor jou. Ik heb mijn koffer ook al uitgepakt, maar nog niet. Oh, ik niet. Ik heb mijn koffer nog niet uitgepakt. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Hey. Ja. Jouw tafeltje. Maar kijk, het is vet als de lamp aanstaat, want die staat erop geschenen. Dan krijg je een vette schaduw, weet je. Kijk. Dik, hè? Ja, het is wel dik. Ja. Een beetje zo'n kampertafel. Ja, maar ik ben ook mee in de kamp. Oké, nou, ik ben er. Ja, ik kijk, ben er. Weet je wat het is? Dit kan, mits je natuurlijk gewoon het mengt met klassiek, met oud Chinees. Ik moet zeggen, jouw huis is wel echt één... Een stok van de Maasai, Afrika. Jouw huis is wel echt, zeg maar, één, best wel alles door elkaar, zeg maar. Of een blauwpunt uit de jaren 60 met een... hoe noem je het ook alweer? Ja, een plaatsspeler erin. Dus dan kan het. Maar als je alleen maar panterzooi in je huis hebt, dan is het Afrika. Ja, oké. Okay. Wij hebben het nog niet verteld, maar het lijkt ons dus echt heel erg dik... om een keer de Kilimanjaro te beklimmen. Ja. Ja, dat ik gisteren, ik was op de Wouter luchthaven. Stefan kwam er toch mee? Nee, ik kwam er mee. Kom jij er mee? Ja. Ik zei, weet je wat mij echt vet lijkt om een keer de Kilimanjaro te beklimmen? En toen zei Stefan van, dat zei ik ook vanmiddag. Oh. Wat? Heel waar. Maar dat lijkt me dus zo vet, jongens. En er is daar dus een route en dat heet de Coca-Cola route. Nou, ja. En beter kan het niet. En wat we jullie ook niet hebben gezegd, is dat we al geboekt hebben, we gaan nu! Nee, dat niet. Maar ik weet niet, ik dacht daar een keer over na. Het lijkt me zo gaaf om dat te doen. Oké, okay. Steek je vinger eens uit en doe je ogen dicht. Nee. Eén vinger, ogen dicht. Wat is dat? Het is een mesje, daar kan je iemands vinger mee afknippen. Waarom de fuck heb jij dat? Wat is dit voor raar? Waarom heb jij dat? Dit is voor een sigaar. Oh. Maar je kan ook je vinger er wel. Ja, is het scherp? Weet ik niet. Zal ik met mijn pink doen? Die heb je minst nodig. Ze zeggen toch dat, ze, zeg maar, dat je je vinger er even makkelijk af kan bijten als een wortel. Heb je dat ooit gehoord? Blijkbaar kun je dus, zeg maar, je vinger, als je gaat bijten, even makkelijk afbijten als een wortel. Alleen je kan het niet, omdat je hoofd het niet doet. Ik denk niet dat een bot zo zacht is als een wortel. Ja, ze zeggen het van wel, je weet het niet. Laten we een wortel kopen en dan proberen even een kracht op te zetten en dan kijken of je je vinger afbijt. Ik vind het echt een fucking goed plan. Hey! Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Kijk hoe klein jij bent ook, naast mij. Hey. Miek
Niek die heeft dus echt een fucking goed statief. Het is gewoon serieus te laag voor jou. Oh shit. Ik heb thuis dus een statief en die komt een beetje tot hier. Maar mij lijkt dat zo hoog. Maar dit is wel echt fucking nice, man. Maar hoezo? Alsof jij kan niet eens bij de camera nu. Nee, maar ik bedoel gewoon, het is gewoon wel een vette hoek. Ja. Je kan gewoon elke keer wel gewoon, het ziet er wel. Kunnen een clip opnemen. Ah. Ah, je weet toch, je weet zelf hier. Bam, bam. Nee, maar eerlijk, het is echt een goed statief. Roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen. Hé, dat komt me ook in het voor, man. Ja, dat is van een bankje dus. Wow, dik ouwe. Maar wat kost dat ding? Doe een goed bot en is voor jou. Ik geef jou 100 euro. Deal. Wauw, ik wil eerst weten hoe voel ik kom, maar echt, het is echt een mond. Ik wil eerst weten. Kijk, hoe kun je GTA stel? Oh ja, wow, dat is. Oh, Pink, stel je volgt gewoon je hele dag volg je gewoon zo. Ga jij eens vloggen, dan ga ik jou filmen. Waar kom je kwijt? Ja. Oké, ik doe GTA Point, kom even helemaal hierheen. Ja, dit is echt grappig. Kijk wat een statief, jongens. Het is echt een fucking groot ding. Ik vind het soms echt verbazingwekkend hoe blij je kan worden van dit soort dingetjes altijd. Ja, misschien. Nee. Omdat dat een grote paal is? Wilde je dat zeggen? Nou ja. Was dat een grap? Was dat... Nee, wat een goede grap. Ja. Het zou nooit om opkomen dat ze vragen. Nee, dat dacht ik al. Zo ben jij niet. Heb je nou een stijl? Wat? Nee. Oh, dat komt echt door Steven, ja. Dat hij dat zegt. Ja, eigenlijk echt een rare grap. We hadden de hele vakantie gewoon een grap als we. Wow, Niek, je hebt een stijve. Echt op de raarste momenten gewoon. Maar mensen hebben toch ook gereageerd onder jouw vlog van, jullie hebben echt een rare vibe. Ja, raar. Iemand reageerde, wow, er zit echt een hele rare vibe in deze groep. Maar we vonden het wel heel leuk. Hey, toppertje. Ik zie dat jij, nee, dat ken jij beter. Ja, die guy die van TikTok zegt dan, hey, Anna, kom eens even hier, toppertje. Hey, ik zie dat je nu een Coca-Cola Zero drinkt, heel goed. Hé, maar ga even naar de klant toe en probeer een Fanta te verkopen. Want hè, Fanta, daar hebben we een grote voorraad van. Hé, terug, Anna, upselling, toppertje. Jezus, dat was echt goed. Ja. Coca-Cola. This video is brought to you by Coca-Cola Zero. Rock'n'roller ben jij. Oké, jongens, ik ben nu bij Niek thuis en ik ben een beetje aan het oefenen, maar ik vind het leuk om zeg maar, stel deze gitaar kan ik dus ook als het goed is inpluggen in mijn interface en dan kan ik dus zelf muziek maken. Terwijl ik nog nooit op een gitaar heb gespeeld, lukt het me zeg maar al door mijn gehoor om een soort van melodie te maken, alleen ik kan het zeg maar niet zo snel met mijn vingers. Maar even kijken, wat was het nou ook weer? En als ik daar ben geweest, moet ik zeg maar het omdraaien. En dan. Ja, maar ik kan het dus zeg maar niet zo snel. Kan jij dat niet? Zo switchen van vingers allemaal? Ja, dat is oefenen, man. Ja, dat lijkt, man. Kun je eens proberen? Hoe snel het kan? Ja, kijk, dus dit is. Wow. Kijk, dus dit is deze. Kijk waar mijn vingers zitten. Dus dit is. Dus even kijken. Een beetje switchen. Ja, ik moet het even een paar keer doen. Oh,
oh jongens, het lijkt me zo lachen om gitaar te kunnen spelen. Ik kan gewoon allemaal heel mijn eigen nummers maken, zeg maar, qua melodieën. Niek is zo'n schatje. Ik mag gewoon even zijn gitaar lenen en ook de kabel. En dan ga ik eventjes dat deuntje wat ik net probeerde te spelen, ga ik even in de computer zetten. Dan kan ik het één voor één doen. Kijken of ik wel even wat moois kan maken. Ik ben benieuwd. Straks maak ik gewoon een heel compleet, mooi, dik nummer. Je weet het nooit. Ja. Challenge, geef jezelf gewoon een challenge. Ja, zo'n tik. Misschien maak ik een TikTok over inderdaad. Zo van, ik kan geen gitaar spelen, maar ik ga wel een nummer maken met een gitaar. Let's go. Maar goed, dat zien we dan wel. Ik ga eventjes er vandoor. En Niek gaat er ook vandoor. Niek gaat bij zijn moeder eten. En ik ga richting de ouders van Ella. En dan ga ik gezellig daar eten. En ik heb trek. Dus ik hoop dat de moeder van Ella iets lekkers heeft gekookt. Maar dat denk ik wel. Daar heb ik vertrouwen in. We zijn er. Ik zweer het, jij filmt me altijd op de momenten dat ik niet er leuk uitzie. En ja, dan ga ik me onzeker voelen. En nu... Ik vind je juist leuk zo, dat konijntje. Stop is... Wow! Niet mijn best nu weer, hè? Ook hallo! Jezus, ik kom met 2 seconden binnen, hé. Oh, hey, Poes Max. Oh, ik dacht echt dat je iets anders ging zeggen. Wat dan? Hij vindt me wel lief. Oh, ja ook. Oh, kijk dan, een kazoortje. Oh, ik wil ook echt een kat. Leuke hoek. Kom maar naar bij, Poes Max. Kom maar even hier. Kom maar even lekker kroelen met ons. Wat is die nou? Hallo, allemaal. Hallo. Hallo. Hallo, Poes Max. Ik was toch in de buurt. Ik dacht, ik ga even kijken hoe het met mijn mama is. Oh. Het lijkt nu net alsof hier een oude vrouw... Het lijkt me net alsof hier een oude vrouw woont. Ga jij nu al mijn attributen laten zien? Ik voel me echt nu zo'n, ja, bejaarde vrouw die voor de tv zit zo. Ja, maar toch... Maar dat ben jij niet. Toch na Gerlos is het niet heel verkeerd hoor. Nee, inderdaad. Na Gerlos is het wel goed dat ik in even zo'n home trainer ga zitten, jongens. Potjandori. Ik zou de hele nacht doortrappen. Ja, ik ga gewoon de hele nacht doortrappen, ja. Hoezo? Maar dit is toch niet bejaard als je dit hebt? Nee, maar het is gewoon zo voor de tv. Ik zie dan zo'n scène van een video. Je ziet dan zo'n scène van zo'n video. Bijvoorbeeld zo'n dik wijf of zo'n ding. Zo, weet je, ja, zo. Hoe gaat het met jou? Het gaat heel goed met mij. Kan je wel beter lopen? Ja? Wil je... Oh, die moet Nee, je hoeft het even, niet te laten die zien. Die moet je even wel laten zien. Want die heb ik van Wim geleend. Wim? Wat wil je laten zien dan? Nou, hoe handig dat is. Dimpf kijkt nu jouw vlogs. Oh. Hoi, Dimpf. Kun je spullen halen? Ja. Kijk, ik moet dus met 2 krukken lopen. Ja. Dan kan ik dus niks halen in de kruk. Nee, dat is lastig. Wat doe ik dan? Dan doe ik die kruk niet weg. Kijk dan. Ik kan gewoon zo naar de keuken lopen. En dan kan je spulletjes pakken. Ja, en dan zet ik zo een wijntje erop. En dan kan ik zo weer... Ja, dat is wel echt heel handig. Ik ben er echt heel blij mee. Hé, hey, huh? Wat hebben jullie... Hebben jullie ledpa? Ja, dat is wel leuk, hè? Oh, dat is wel dik. Hé, maar is het handig, hè, Finn? Ja. Dat is leuk, toch? Ziet er goed uit. Nee, dit is het taartje, hè? Ja, ik bedoel, het ziet er goed uit. Hé, hey, dit is ook wel vet, hè? Hm? Dit? Ja. Oh, ja. Ik vind jou wel camera vertrokken. Ah, vet. Echt nice, maar ik vind led sowieso altijd echt heel top. Ja, nee. Papa neemt het gewoon. Handjes wassen. Takeover, papa. Handjes wassen. Gewoon die grootste rol. Leuk, hè, die ouders. Handjes wassen. Ouders, hé. Oeh. Trek mij er niet bij. Oh. Wat? Hey, handen wassen eerst. Handen wassen. Je was bijna je camera vergeten. Ja, ik was bijna mijn camera vergeten. Mijn moeder zei, heb je geen jas bij je? Ik zeg, nee, maar wel een camera. Oh jongens, dat statief van Niek wat ik mocht lenen is zo chill. Kijk, ik weet het, normaal gesproken vlog je niet vaak met dit soort statieven. Omdat ja, zo'n hoek als dit, het boeit verder niks. Maar ik vind het altijd gewoon heel chill om een camera ergens neer te zetten. Als ik bijvoorbeeld iets wil vertellen of ik wil... iets specifieks laten zien of zo, dan zet ik altijd mijn camera op een statief. Mijn statief die komt op een bepaalde hoogte van hier ongeveer. En nu kan ik gewoon de camera en het statief dus overal neerzetten waar ik wil, want die echt super hoog is. Dus dat is echt helemaal top. Niek, dankjewel. Of bijvoorbeeld dit shot. Ja, je hebt er helemaal niks aan, alleen het is wel gewoon leuk, ik weet het niet. Ik vind het altijd leuk om mijn camera op een gekke plek te zetten voor mijn intro of mijn outro of voor zoiets.
Maar ja, ik bedoel, jullie zien bijvoorbeeld ook op een hele andere manier nu het huis. Dit soort hebben jullie nog nooit gezien. Nee. Wat een mogelijkheden, hè, met één statief. Het is bizar. Het is echt bizar. Maar goed jongens, genoeg voor vandaag. Want ik ga lekker mijn bedje in. En morgen weer een nieuwe dag. En morgen heb ik opnames voor de Kids Top 20 in de ochtend. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Doei doei!